Laten we op het punt van beginnen. En wat voor een? Want als het om de Vierdaagse gaat, dan kun je vele woorden zeggen. Eén groot feest. Nou is het bij een feest altijd de vraag of het dan ook echt gaat worden. Want sfeer is niet in regie te nemen. Die ontstaat. Groeit of die slaat dood. Al zijn er wel, lieve mensen, aanzetten te geven. Door middel van muziek, versiering, ballonnen, slingers. Of iets heel simpels. Bijvoorbeeld aan het eind van een bekend verjaardagslied wordt de instemming als het ware opgeroepen. Door het hiepiepiep. Hoera. Nou ja. Dat is natuurlijk wel erg zuinigjes, hè. Tjongejonge, wat maar. Alle mensen nog aan toe, we vieren vandaag het begin van de 100ste Vierdaagse. Wat een feest. Hiepiepiep. Hoera. Maar het kan nog wat meer allure krijgen. Want wie meewandelt, krijgt bij allerlei doortochten nogal eens te horen. Waar zijn die handen? En die mis ik nog. Want, lieve mensen. Het is nog niet anders. Meer dan een halve eeuw geleden begon het initiatief dat tot in dit jubileumjaar voortduurt. Een interkerkelijke viering op de zondag vooraf aan de Vierdaagse. En dat nu voor de 55ste keer. Hiepiepiep! Heb ik dus 100 keer gepland. Nee hoor, die vier marsdagen, zo heb ik van Marcel geleerd, is ontstaan door het gegeven dat een zich verplaatsend leven, regenstijd, niet langer dan vier etmalen over nog eetbaar voedsel kon beschikken. Daarna moesten de bakkers weer aan het werk. Het graan, vermalen tot meel, werd als vrucht van het veld omgevormd tot voedsel voor weer vier dagen. En in deze bijzondere viering, voorafgaand aan deze prachtige week, staan we dan ook voor even stil bij dat zaad. Eenmaal gezaaid groeit het uit tot vruchtbaar gewas. En vervolgens wordt het brood voor onderweg. In de gelijkenis die we horen, is er sprake van weerstand tegen het opkomen van het zaad. We horen over onvruchtbare bodem, rotsen, onkruid. Het is dus, net als bij een feest en de sfeer, niet zeker dat het wat wordt. De kerk, verzamelde kerk hier vanmorgen, maar ook wereldwijd in vieren tot deze dag, de kerk, voorkomend uit het zaad van Gods woord, is dus niet vrij van die onzekerheid over de uitkomst. Weerbarstig kan ook die kerkelijke grond zijn. Niet bepaald een garantie voor de goede werking van het zaad. Zelfinzicht is dan ook geboden. Misschien kent u wel in dit verband die anekdote over Napoleon. Hij had bij zijn plannen om Europa te veroveren, de medewerking van de katholieke kerk nodig. Hij ontbood daartoe de pauselijke nuntius, legde hem de kwestie voor, maar die reageerde niet onomwonden in stem. Waarop Napoleon uitriep: als de kerk niet doet wat ik wil, dan zal ik haar vernietigen.